Dag dames en heren, wordt PSV ook het komende jaar weer kampioen voor de derde keer op rij? En hoe gaat de club eigenlijk om met lastige spelers die bijvoorbeeld betrokken raken bij vechtpartijtjes of die ruiten stuk slaan? Ik ga erover praten met de grote baas van de club, Toon Gerbrand. Welkom bij Spotlight. Ja meneer Gerbrand, welkom zeg ik dan altijd, maar eigenlijk is dat omgekeerd, want we zitten in het Philipsstadion, dus we zijn te gast bij u. Ja. En we nemen dit gesprek vorige week op. Dat wil zeggen, het nieuwe shirt is net gepresenteerd. Het is nog zo nieuw dat we het hier niet eens hebben. Nee. Hoe vindt u het zelf? Ja, kijk, het is zo dat elk jaar komt er een nieuw shirt. Elk jaar hebben mensen er een mening over. Het wordt professioneel gemaakt en voor mij zijn het prima shirts. Er wordt elke keer gekeken naar wat ook de jeugd graag wil. En vorig hadden we een uitshirt wat het meest verkocht is ooit bij wijze van spreken. Dus dat is ook heel modegevoelig. Ja, en dan moet je een man van 58 niet precies vragen of het de huidige modetrend is. Maar volgens mij ziet het er wel mooi uit en de reacties die zijn ook prima. Maar is er hier in de organisatie dan wel zo'n soort spanning op het moment dat moment dichterbij komt? Ja. Dat is er zeker. Het is zo dat we hebben natuurlijk een kledingleverancier, een Umbro, die is met ons in overleg. Nou, thuisshirt weet natuurlijk ongeveer wel wat het gaat worden, maar het gaat vaak om hele kleine details. Want een kraagje, een klein logoetje erop, een uiting van een stad, overal kan iedereen iets van vinden. En we hebben natuurlijk een gemeenschap van 200.000 mensen hier die iets met PSV hebben. Ja, die hebben over het algemeen allemaal wel een meentje erover, maar dat zijn we wel gewend. Maar het is voor de mensen in de organisatie, wat u ook vroeg, is dat wel spannend, ja. Ja, het is deze keer natuurlijk wel wat sterker, hè, die mening erover, omdat het toch het eerste shirt is waar Philips niet meer op de voorkant staat. Nee, het is, als je het wat wel vergroot, een historische dag. Als je zo lang met Philips erop gespeeld hebt en er komt een nieuwe sponsor, nou, dat merkte je ook toen we de naam bekend gingen maken. Ja, dan krijgen we allerlei emoties. Mensen zeggen, ja, moet dat wel, moet Philips van het shirt af? Dat begrepen ze bij Energie Direct ook uitstekend trouwens, dat moet ik eerlijk zeggen. Dus die hadden wel door wat er dan gaande is. Ja, dat is onze wereld waar we in zitten. Kijk, en als je dat om je heen ziet, ook in Engeland in de Premier League, ja, er zijn soms Chinese sponsoren en andere. Ja, dat hoort er soms bij. En het is zo, we hebben een fantastische partij aan Energie Direct gevonden. Die ook weer de volgende stap voor onze club kan maken. En Philips blijft betrokken. En dat vind ik ook wel heel mooi. Die hebben de komende 10 jaar nog gewoon gezegd, we blijven PSV steunen. Ja. Nou was wel een van de belangrijkste reacties van heel veel mensen. Van ja, Energie Direct is nou niet echt een A-merk. Terwijl PSV toch makkelijk ook gewoon een A-merk als sponsor had kunnen hebben. Ja, maar dan hebben ze hun huiswerk niet goed gedaan. Want als je dus gaat kijken waar Energie Direct vandaan komt, dan zit daar in de laatste lijn het RWE-concern achter. Dan als je praat over A-merken, dan praat je over mega-merken die dat doen. Alleen het is een eigen merk van hun wat ze voeren. Maar de hele organisatie achter heeft wel degelijk met RWE te maken. Dus het is wel degelijk een A-merk. En alle mensen uit de sportmarketingwereld, die zullen beamen, zeg jongens, luister. Dat is een fantastisch verhaal wat PSV van elkaar heeft gekregen. Dus prima geld. Prima sponsor, Nederlands merk en een prachtig plan erachter. Dus wij zien dat als een aanmerk. Ja, maar is dat dan iets wat bij het publiek nog een beetje moet wennen? Of? Nou, elke verandering. Ik heb lang in managementorganisaties ook gewerkt. Vanuit manager in organisatie. En altijd als je verandering doorvoert, is er altijd een bepaald gedeelte altijd tegen. Want die hebben het is mooi wat we hebben, waarom zouden we dat eigenlijk gaan veranderen? Dus dat weet ik ondertussen hoe dat werkt. Dat geldt ook voor maatschappijen en grote gemeenschappen met 200.000 mensen rondom PSV. Dus en het grappige is natuurlijk dat, ik zal een klein voorbeeld geven. Ik heb dan op Twitter op dit moment meer dan 15.000 volgers. Dan wordt een nieuw shirt geïntroduceerd. De reacties die ik dan krijg zijn er 10. En dus om even aan te geven, de wijsheid van de grote massa, die ze niet uit. We moeten het niet overdrijven. Daar hebben we het vaak ook niet over. Dus 14.990, die zien dat shirt, die vinden er iets van, maar niet zo bijzonder dat ze ineens gaan protesteren of roepen het is geweldig. Dus dat is onze ervaring ook vaak. Ja, maar uiteindelijk, het is voor PSV natuurlijk economisch relevant, omdat u ook wat verdient aan het verkopen van die shirtjes. Ja. Gaat u dan van deze net zoveel verkopen als van zeg maar die van vorig jaar? Nou, dat gaan we zien. We hebben vorig jaar extra shirts verkocht, omdat ook het laatste shirt van PSV van Philips er was. Dus het was een soort heritage shirt. Daar hebben we heel veel, nog 10.000 extra van verkocht. Dus dat was echt heel bijzonder om dat te zien hoeveel mensen dat toch nog dat laatste shirt zouden willen hebben.
Maar dat, ja, sommige mensen die gaan het shirt wisselen. Zeggen, nou, het actuele shirt is nu met energiedirect.nl. Dus die gaan dat weer aanschaffen. Ja, wij hebben een begroting gemaakt die ongeveer gelijk is aan afgelopen jaar. Dus ik, ja, en de cijfers kan ik pas natuurlijk vertellen na, hoe het na dit seizoen. En soms maakt het ook weer uit dat je kampioen wordt. Want dan wil iedereen weer een shirtje hebben omdat je in dat shirt kampioen bent geworden. Of met de huldiging dat wel aandoen. Dus er zijn wel een paar factoren. Maar grosso modo halen we altijd 90% of 110% afhankelijk van het jaar van de omzet. En is zo'n shirt eigenlijk alleen maar business of is het sportief ook nog relevant? Nou, het is zo. Kijk, als je shirtjes natuurlijk bekijkt van 20 jaar geleden, toen was het slopperig. En hoe het staat niet strak om het lichaam. Dus er zitten ook alle sportieve zaken aan. Dus ook spelers ja, die bemoeien zich met het shirt. Ook als je iemand moet vasthouden, hoe sterk is het shirt. Er zijn al shirts in ontwikkeling waar, ook voor de training, waar op termijn chips in gaan zitten. Zodat je kan meten wat de hartslag was van spelers. En de afstanden die ze hebben gelopen en het herstel. Dus dat gaat allemaal die kant op. Dus een shirt van nu over zo 5 jaar totaal veranderd. Toen u bij PSV binnenkwam, toen zakelijk was het ergste leed misschien wel geweest, maar was PSV er nog niet helemaal bovenop. En sportief was het natuurlijk helemaal een moeilijke tijd. Ja, dat was lastig, ja. Hoe heeft u dat onder controle gekregen? Nou ja, het punt 1 is al dat ik het niet helemaal onder controle krijg. Als je een organisatie hebt van 190 mensen op een loonlijst staan, dan is dat natuurlijk een heel apparaat. De PSV had al de put meegemaakt in het jaar daarvoor, waarop het halfwege seizoen niet goed ging. Daar hebben ze uitgeknokt. Ze hebben bijna daarna in dat tweede helft seizoen niks meer verloren. En toen ik een gesprek met de Raad van Commissarissen had, ja, dan kijk je van waar staat die club. Er was een financiële herstructurering geweest, maar nog wel met een behoorlijke schuldenlast. Want er stond 40, 50 miljoen die toch nog moest worden geregeld en worden terugbetaald. Dus dat stond er. Ze waren 6 jaar lang inderdaad geen landskampioen geweest. Ja, en op dat moment kwam een soort natuurlijk moment dat wat we in de beeldvorm hebben gedaan is te omkeren. Of ze, ja, het gaat wel voetballen. Dus met andere woorden, we hebben een tijdje gehad dat het over geld ging en over saneren. En toen heb ik geroepen voetbal op 1, 2 en 3. En dat is opgepikt links en rechts, maar niet omdat ik dat allemaal roep. Maar, en op dat moment is de organisatie voor klaar. En ook het elftal met Philip Cocu en die mannen om die volgende stap te zetten. En voor afgelopen jaar was het gewoon een goed jaar. Het jaar ervoor bedoel ik dan even. Want ja, als je dan 4, 5 wedstrijden voor tijd kampioen wordt, dan ben je gewoon de beste. En afgelopen seizoen, als ik heel eerlijk ben, ja, op de laatste dag wisten we niet helemaal zeker hoe ze aflopen. Dus ja, dan zit je nu met 2 landsheers, roept iedereen goed gedaan. Maar het was wel heel krap, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, want zegt u daarmee dat het eigenlijk niet goed genoeg was? Nou, het interessante van het afgelopen seizoen was dat wij 2 weken voor tijd een evaluatie hebben gemaakt. En toen wisten we niet of we landskampioen zouden worden, ja of nee. Dus je kijkt, hoe komt het nu dat, dat we zo dichtbij zitten, dat we misschien niet gaan redden, want dat was toen aan de orde. Dus je maakt een evaluatie om te verbeteren en zeggen, luister, wat hebben we niet goed gedaan? Dus als je zegt, van waar dingen om te verbeteren? Ja, er was nogal wat. Want wij verspeelden wedstrijden, we verspeelden voorsprongen. We hebben de Champions League een fantastisch jaar gehad. Die wedstrijd daarna was het altijd een beetje complex. Dus met andere woorden, daar moest wel lering uit gaan trekken. Dus de evaluatie lag klaar. En nu kan ik mooi roepen. We zijn nummer 1, maar we moeten als nummer 2 denken. Dus met andere woorden, je moet een slag maken om dat volgend jaar op een aantal punten behoorlijk beter te gaan doen. En de evaluatie die is vrij hard, hoor. Ja. Ja. Ja, want wat zijn de dingen, op welke manier bemoeit u zich met de sportieve prestaties van PSV? Nou ja, kijk, deze club bestaat omdat we een voetbalclub zijn. En als je morgen het woord voetbal of het voetbal uit dit gedeelte haalt, is het stadion niks meer waard, is de gemeenschap niks meer waard. Dus het gaat om voetballen. En er zijn in de top van de organisaties van PSV 3 mensen die daar uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid voor dragen. Dat is de algemeen directeur, nou die zit er over u. Marcel Brands, directeur voetbalzaken. En Philip Cocu als hoofd van de technische en de hele staf rondom zo'n elftal. En dat drietal, dat vergadert elke week. En daar wordt gewoon alles besproken. Dingen over de organisatie, maar ook dingen over het voetbal en alles maar op. Philip Cocu beslist. Philip Cocu maakt de opstelling. Die werkt elke dag met de spelers. Dat is ook de belangrijkste man in de club, zo'n coach, want die werkt met je kapitaal. En Marcel Brands, ja, die praat met hem erover, over dat zaken. Maar die zorgt dat de spelers komen, die zorgt dat de contracten komen, die zorgt de scouting voor elkaar, de jeugdopleiding. Dus dat is het fundament. Dus je praat wel degelijk over alles.
Ja, maar dan ben ik wel benieuwd op wat voor manier u daar dan ook bij betrokken bent. Nou ja, kijk, ik ben zelf, ik ben natuurlijk een beetje aparte directeur in Nederland, omdat ik zelf 20 jaar in de volleybalsport heb gewerkt. Van Olympische Spelen tot landsjes, 11 prijzen gewonnen. Dus ik heb daar 20 jaar het vak uitgeoefend, ook als coach. En ik moest dat combineren met managementbaan, omdat ik gewoon niet goed genoeg verdiende in die sport. Want die verdienen helemaal niet zo gek veel daar. Dus samen kon ik het net redden. Ja, en dan bouw je managementervaring op, topsportervaring op. En ik zit nu 14 jaar werk ik bij in betaald voetbal. Dan krijg ik wat mee over de sport en hoe het in elkaar steekt. En die processen met name over groepprocessen, of er gaan we dingen fout, of zijn we wat conflicten, of er gebeuren wat zaken. Of bijvoorbeeld het voorbereiden op een kampioenswedstrijd, om even een heel concreet punt te noemen. Ja, ik denk dat Philip Cocu al 2 keer heeft bewezen daar uitermate goed in te zijn. Die weet dat vanuit Barcelona en andere teams, en ook bij PSV, hoe die dat zou moeten doen. Ja, dus de afleiding moet eruit, hoe ga je met spelers om. Ja, dat soort ervaringen kan je delen. Want dat heb ik ook meegemaakt. Ik heb 12 finales moeten spelen als volleybalcoach. Ja, dan weet je hoe dat dan werkt. Maar dat lijkt me dan nog wel een lastig punt. Dat aan de ene kant je die ervaring kan gebruiken om nog beter een partner te zijn van Philip Cocu. Ja. Maar het risico is natuurlijk om Cocu dan voor de voeten te lopen. Nee. En kijk, dat heb ik wel geleerd in 14 jaar. Want kijk, als je het lijstje bekijkt met wat voor coaches, Co Adriaans, Louis van Gaal, Dick Advocaat, Koeman, Gert-Jan Verbeek, noem maar even wat mensen op waarmee gewerkt hebben. Vraag maar aan ze hoe dat dan gaat. Kijk, wij hebben de binnen- en de buitenwereld. Dus die deur gaat dicht. Daar wordt gewoon dingen besproken met elkaar. En de verantwoordelijkheden zijn helder. Ik stel niemand op. Ik geef geen training. Ik ga niet elke dag met die spelers in gesprek. Dus dat is 100% Philip Cocu. Maar ieder mens, en ik ook, heb mensen in mijn omgeving waar ik af en toe mee ga eten of eens een keer mee ga praten en ga doen. En hier is dat professioneel georganiseerd. En met de kennis van het voetbal die man of Marcel Brands heeft, laten we die ook even nog even noemen. Als je dat dan met elkaar combineert, dan krijg je een uniek driemanschap. En Louis van Gaal zei het ook al eens een keer, ja, dat waren bijzonder interessante gesprekken. Iedereen voegt zijn eigen dingen toe, maar de verantwoordelijkheden zijn helder. Dus ik loop Cocu eigenlijk niks voor de voeten, want hij beslist. Ja, maar is dat er misschien ook wel waarom het nu beter gaat dan in de tijd van Tini Sanders? Ik bedoel, ik zal geen negatieve dingen over hem zeggen, neem ik aan. Maar Hij had natuurlijk niet die sportachtergrond. Dat klopt. Maar hij had een dusdanige achtergrond die op dat moment hier werd gevraagd. Want er moest een financiële herstructurering plaatsvinden. En er moest de organisatie opnieuw worden neergezet met af en toe bezuinigingen, andere zaken. Dus iedere directeur of leider die ergens binnenkomt, komt op het moment binnen waar die in zijn kracht wordt gebruikt. En ik kwam hier in dat opzicht vrij makkelijk binnen, want dat was achter de rug. Dus de jaren van toch financiële ellende en oplossen en onzekerheid, die was opgelost. En ja, ik kom dan in mijn kracht binnen in een fase. En daarom heb ik ook 10 uur vergaderd met de Raad van Commissaris, 2 keer 5 uur, om erachter te komen of het voor mij goed zou zijn om hier te gaan werken, of er meer van denken klopt. En op de timing, want dat laatste punt is misschien het belangrijkste, of je qua timing op het goede moment binnenkomt. Ja, en dat was voor mij een moment, nogmaals, makkelijk omdat het al was afgesloten, een hoop dingen. En ik kwam in mijn krachten terecht. Ja, en dan vallen die dingen samen. Ja, het was meer dat u moest kiezen en niet zozeer dat zij nog moesten kiezen. De Raad van Commissaris? Ja. Nou ja, kijk, wat er gebeurt is dat ik had na 12 jaar AZ, ik had een half jaar voor tijd geroepen daar. Ik stop, dat heb ik zelf gedaan, ik stop ermee. Ik vond het na 12 jaar wel een mooie periode. Ik vind het wel gezond dat er ook weer eens wat andere mensen in zo'n club komen. Dus dat heb ik zelf aangekondigd. En toen wist ik helemaal zeker hoe het verder zou. Want iedereen vindt het vrij logisch stap dat ik daarna naar de PSV ben gegaan. Op dat moment behalve ik zelf. Want ik kreeg binnen een week, toen ik dat aankondigde, een stuk of 7 aanbiedingen. 2 uit buitenlandse voetbalclubs, eentje in Nederland, dat was PSV. En nog 4 uit bedrijfsleven. En ja, dan moest ik toch even gaan nadenken hoe het zit. En wat ik dan doe in die gesprekken, en dat is ook heel interessant, als je daar een camera op had gezet, dan zit je met de Raad van Commissaris te praten. Ja, nieuwe directeur komt binnen en dan ga je echt alles bespreken. Dus ik bedoel van staatssteundossiers tot begrotingen, tot transfers, tot hoe we er financieel voor staan, tot de schuldenlast, tot het perspectief, de spelersgroep, alles wordt besproken. U wil echt weten dat er geen lijken meer uit de kast konden vallen? Ja, wat beheersbaar is probeer ik te bespreken. Onbeheersbaar wordt het toch wel bij een voetbalclub. Dus dan de laatste paar procenten, dat snap ik hoe die wereld ongeveer in elkaar steekt. Maar het beheersbare deel,
Het is niet zo dat ik een mooi baantje, een uurtje vergaderen. En in die 10 uur is niets besproken over nog financiën. Over mijn eigen salaris bedoel ik dan. Dus dat ging eigenlijk alleen maar over meneer Van Denken. Hoe gaan we de goede kant op? Wie zit in de Raad van Commissarissen? Wie mag wat beslissen? Dus de hele governance wordt dan besproken. Ja, dat is mijn stijl wel een beetje. En als ik een nieuwe coach aanstel, samen met Marcel Brands, Gert-Jan van Beek stelde een keer aan bij AZ. Dat is 12 uur gesprekken. Drie keer 4 uur sessies. Er wordt alles besproken. En daarna kan je starten met elkaar, want dan weet je, dit willen we, dat gaan we bereiken, de verantwoordelijkheden helder. Dus daar zit dan wel een professionele wereld achter. Ja. En dan gaat u aan de slag en dan 2 keer achter elkaar een kampioenschap. Misschien kunnen we ook nog even kijken, wat vond u zelf het mooiste moment van het laatste kampioensfeest? Nou ja, het is zo. Kijk, het mooiste moment. Ik heb, als je over het begrip tijd praat, dat is wel leuk in de sport. Kijk, soms gaat tijd snel. Als je een doelpunt moet inhalen, dan denk je, nou is dan weer zo laat. En soms kan tijd heel lang duren. En ik het meest bijzondere moment, laat ik het maar zo omschrijven. Wij zaten natuurlijk op de tribune in Zwolle. En op een gegeven moment, nou ja, PSV won die wedstrijd met 3-1. Dus wij waren redelijk snel duidelijk dat we de punten zouden binnenhalen. Dan hoor je om je heen, want wij hielden dat niet zelf bij, om je heen ongeveer de uitslag wat er dan met de Graafschap Ajax gebeurde. En toen hoorde ik iemand roepen, 4 minuten blessuretijd bij Ajax en 3 bij ons. En dan weet je dat er dus bij ons een keer wordt afgefloten en dat er nog een minuut, terwijl je net geen beelden ziet, je ziet niet wat er aan de hand is, een minuut moet je dan wachten tot er daar wedstrijd ook afgelopen is. En dat is een hele lange minuut. Want je denkt, dat zal er niet gebeuren dat ze de laatste minuut nog een bal erin schoppen, wat altijd kan in onze sport. Dus dat was eigenlijk het meest bijzondere. En ja, toch echt een ontlading, want ja, het was fantastisch dat het gebeurde. Maar in de eerlijkheid gebied te zeggen, we hebben ons werk gedaan, we hebben die wedstrijden 6 keer achter elkaar gewonnen en 18 punten gehaald. Ja, als het dan net goed valt, ja, dan gebeurt er iets heel bijzonders, moet ik zeggen. En dat zie je ook aan de reactie dan een dag later, als er 110.000 mensen op de been komen, om dat toch maar even te vieren hier in Eindhoven. Ja, laten we daar nog even naar kijken hoe dat ging. Want het was natuurlijk een gigantisch feest, maar dat draait dan heel erg om de spelers en om Cocu. Waar was u zelf eigenlijk op dat moment? Volgens mij, als je... Ergens de derde rij? Of, ja, dat klopt. Als je zeg maar alle beelden zou opzoeken van de afgelopen 14 jaar dat ik in betaald voetbal nu werkzaam ben, kunt u me nergens vinden op het veld met een schaal of iets anders. Dus toen we feest werd gevierd dat wij in Zwolle in het stadion, zag je mij in de spelerstunnel staan, ergens in de catacomben, niet in beeld. Dat is een moment voor de spelers. Marcel Brands stond overigens bij mij, zal ik eerlijk vertellen. Dus wij, je ziet ons niet met schalen staan, op een podium staan, want als je het podium hier in Eindhoven hebt gezien, kon je me ook niet vinden. Dus ik geniet daar wel van, maar ik weet ook mijn rol. Ik vind dus dat de eer is voor de spelers en voor de staf die het gehaald hebben. En ik denk ook dat je een beetje krediet opbouwt als je niet in de euforie duikt op het moment dat het een keer fantastisch gaat. En niet helemaal in de put belandt als er een keer wat tegen zit. Dan zit daar ongeveer de speelruimte van het management in. Maar dan moet je ook zo gedragen. Dus dan moet je niet denken, bij euforie sta ik wel op het veld en bij de put ben ik er niet. Dus dat is een bewuste keus. Ja, ja. Wat ik nog wel opvallend vind van het afgelopen jaar. Vorig jaar heeft u Thijs Slegers aangesteld als hoofdcommunicatie, hoofdperszaken. Voor de buitenwereld leek dat toch wel een verandering te zijn. Dat PSV daar eigenlijk opeens veel opener
van werd. Want afgelopen jaar was er, eigenlijk net als wel jaren daarvoor, altijd zijn er wel wat incidenten met spelers. Ja. Met Arias die een ruitje kapot sloeg. Wat was het? Locadia, ja, mensen in de bak. Niet naar de training kwam. Op dagen, ja. Zoet en Lestien die een vechtpartijtje hadden op het stratumseind. Ja. En het leek alsof PSV daar opeens veel actiever zelf mee naar buiten kwam. Was dat een bewuste keuze? Kijk, als je dus in de organisatie van PSV zijn een aantal mensen die vaak in beeld komen. En een van die functies is bijvoorbeeld de persvoorlichter. Nou, wij hebben er besloten vorig jaar om van een andere persvoorlichter afscheid te nemen, een nieuwe te halen. Ja, en die voegde altijd weer iets toe. Dus die heeft in ieder geval uitgestraald. En dat moet je dan ook waarmaken. Hij zei, nou, ik vind dat het nog wel wat iets transparanter kan. En dan volgens mij viel het jaar ervoor ook wel mee, maar hij is er toch wat meer gaan promoten. En dan kom je toch in een seizoen op een aantal zaken die je net al noemt, waarin twee mensen in de gevangenis terechtkomen 's avonds. Hoe gaan we ermee om? Nou, dat was een leuk voorbeeld. Want ja, op een gegeven moment mag je eigenlijk die namen niet disclosen, want iedereen heeft recht op een soort privacy. Maar ja, in onze wereld, er zijn YouTube-films van gemaakt, er stonden mensen bij, dus dat lekte altijd uit. Dus 's ochtends heb ik ook geroepen tegen de hoofd van politie, van, ja, gooi de namen gewoon maar naar buiten. Want het lekt toch uit en anders moet ik moeilijk gaan lopen doen. En op de training waar Locadia een kind kwam opdagen, ja, dat was een besloten training, dus dat had niemand kunnen zien. Maar dan wordt er gelijk geroepen, ja, hij is er niet, hij gaat niet meer met de selectie, we gaan maandag wel even vergaderen. Ja, dat draagt er allemaal wel toe bij. En als je dit jaar bekeken hebt, is het wel grappig dat we hebben niet minder incidenten gehad. Doordat je net wat opener communiceert, noemt iedereen dat rust in één keer. Dus het is net even hoe je die problemen oplost. En ik durf ook te zeggen, volgend jaar zullen weer een paar dingen gebeuren. We brengen het naar buiten, we leggen het uit en zijn ze goed gedaan. Ja, maar zegt u daarmee, het bevalt om het op die manier te doen? Ja, het bevalt zeker. Maar ik durf ook te zeggen, als wij bijvoorbeeld een jaarrekening presenteren, dan nodigen we alle pers uit. En we leggen tot op alle vragen die ze hebben, alle financiële cijfers uit. En het enige wat we niet kunnen noemen is exacte transferbedragen, wat spelers verdienen en het hele salarisgebouw. Maar de hoofdgetallen wordt allemaal uitgelegd, hoe het zit, hoe het in elkaar zit, wat we aflossen. Dat bevalt me erg goed. En ook de pers zegt dan van ja, dan weet ik in ieder geval waar we toe zijn. En ja, als wij een bepaald getal weer hebben dit jaar, leggen we uit waarom het getal zo is, hoe het in elkaar is, wat we afgelost hebben, hoe het zit. Ja, en dat verhoogt ook voor de supporters ook wel een duidelijkheid. Ja. Waar u ook vrij actief mee bent geweest, dat is toch de lobby om wat te doen aan al die vervelende Haagse maatregelen die betrekking hebben op de topsalarissen van de spelers. Niet met heel veel succes, hè? En waarom maakt u zich daar eigenlijk zo druk om? Nou, dat had niet zozeer met de topsalaris van de spelers te maken. Dat had te maken met op het moment dat wij een speler wat meegeven, op het moment dat hij bijvoorbeeld een percentage krijgt van een transfersom, dan moeten wij als werkgevers, dus niet eens de spelers, maar als werkgevers een belasting betalen van 75% eroverheen. Dat is extra. Dus met andere woorden, als een speler 100.000 euro meekrijgt, dan moeten wij van de staat nog eens een keer 75.000 euro eroverheen betalen. Dat is ooit bedacht vanwege de gouden handdrukken, die dus heel veel mensen in het bedrijfsleven meekregen. Dat wil ze een beetje indammen. Dat begrijpen we ook wel. En toen kwam er één zinnetje bij, dat geldt ook voor die voetballers. En het grappige is natuurlijk dat zij natuurlijk geen vertrekregeling krijgen, want zij gaan naar de volgende stap in hun carrière. Dus ik ben zelf naar het Binnenhof geweest, ik heb met fracties gesproken. En het staat nu op de agenda voor de behandeling van de nieuwe belastingwetgeving, wordt het wel degelijk meegenomen. En iedereen snapt het issue, snapt het probleem en ik denk dat het wordt aangepast. Oké, maar want het past natuurlijk wel ook in het beeld van spelers met miljoenen salaris die bijna onaantastbaar zijn. Ja, nou, daar wordt al snel die link gelegd met soms ook wangedrag bij alle clubs van spelers die zich niet meer zo makkelijk laten sturen en die zich niet zo aantrekken van wat een club wil. Nou, daar hebben wij voor me niet heel veel last van, als ik eerlijk ben. En ik heb ook in die 12 jaar bij AZ, misschien hadden wij dan andere mensen gescout en gedaan om alles maar op. Maar kijk, het is zo, die hele voetbalwereld is natuurlijk, staat volledig in de media-aandacht. Dus als iemand morgen weer met een hoed aankomt, dan hebben we daar een mening over. En als iemand weer een auto koopt voor 500.000 en mee naar training komt, vinden we ook dat allemaal niet zou kunnen. En als er een paar tattoos op staan, dan hebben we daar ook allemaal weer een mening over. Ja, dat is in de wereld van entertainment, van media, wordt alles vergroot. En dan ontstaat een soort bepaalde beeldvorming. Kijk, in Amerika verdienen honkballers soms een jaarsalaris van 28 miljoen.
En dat vinden ze daar allemaal niet heel bijzonder. Dat hoort erbij, is op marktwerking. Ik ben volleyballer geweest. Ik verdiende maximaal als coach 15.000 euro bruto per jaar. Ik wist niet beter. En dan moest ik een baantje bij hebben om het te regelen. En als je voetballer bent, ja, dan kan je soms een paar ton verdienen. Soms misschien in dit geval wel 8 of 9 ton maximaal hier bij zo'n club als PSV. Ja, dat zijn behoorlijke bedragen voor jonge mensen. Maar er staan ook heel veel inkomsten tegenover. Dat is een soort marktwerking. En alleen, wij hebben duidelijk gemaakt dat spelers heel veel belasting mogen betalen. Dat doen ze ook in Nederland. Zeker als vergelijkt met de landen om ons heen. Maar dat de club nog eens een keer wordt aangeslagen voor 75% extra. Ja, dat begrijpt de politiek nu ook. Want dat was de bedoeling niet van die wet. Dus u gaat ervan uit dat dat aangepast wordt? Ja, ik ga ervan uit dat het aangepast wordt. En ik heb ook best gevoeld bij de politiek dat zij snapten waarom we ervoor kwamen. En dus ik heb het ook uitgelegd hoe dat zat, waarom dat zo is. En dat begrepen ze ook wel. Dus ik denk dat het gewoon wordt aangepast. Wat is in dit soort interviews nou de vraag die altijd gesteld wordt? Nou ja, vaak beginnen ze ook met het verleden als volleybalcoach. Ja. Van wat verschil is tussen volleybal en voetbal en andere werelden. En dan lijkt het of de volleybalwereld er beter voor staat dan de voetbalwereld als imago. Nou, dat is misschien soms ook wel een klein beetje zo, maar ik leg dan ook vaak uit dat dat te maken heeft met aandacht. Kijk, als morgen iemand door rood licht heen rijdt en die wordt gepakt en ze volleyballen, dan weet niemand wie het is. En op het moment dat de voetballer dat dus doet, dan zeggen ze, kijk eens, dan bevestigt het beeld weer van die voetballer die zich niet aan de regels houdt, want hij rijdt door rood licht. Dus dat heeft te maken met de hele grote media-aandacht die daarmee te maken heeft. En dat is een soort haat-liefde verhouding, want enerzijds, iedereen wil de aandacht hebben. Alleen als het vervelend wordt, dan heb je soms liever niet. Nou goed, wij kunnen wel mee omgaan. Als je lang in deze wereld werkt, kan je dat ook wel een plaats geven. Maar dat is vaak een onderwerp wat aan de orde komt. Oké, ja. Ik dacht eigenlijk meer, iedereen wil natuurlijk nu vooral weten, gaat PSV voor een derde keer kampioen worden? Ja, maar dat is een makkelijke vraag. Want kijk, als je de tweede begroting verdeeld hebt en je bent twee keer landskampioen geworden, dan is dus voor ons de doelstelling om kampioen te worden. En u zegt, financieel is relevant, want u kunt nu misschien ook een paar hele mooie aankopen gaan doen. Ja, nou wat wij erg goed zeg maar, hebben als strategie op dit moment hebben. Wij komen natuurlijk uit een situatie waarop, als je veel inkomsten krijgt door Champions League, moet je oppassen dat je dus inderdaad geen contracten gaat aanbieden die 4-5 jaar doorlopen. Dan kan je nu misschien een speler betalen. Maar als je twee keer daarna geen landskampioenschap, dan kom je in de European League terecht. En dat zijn mindere bedragen. Dus onze begrotingen die zijn altijd afgestemd op het halen van de European League. Dus daar begroten we op, daar zorgen we dat slaagsbouw in past. En als het dan een keer, om welke reden ook een keer meevalt, dan gaan we daar geen rare bokkensprongen maken om dat nu geforceerd te doen. Dus dat gaat niet gebeuren. Maar als dat nu ligt, staan we in het voorjaar weer op het Stadhuisplein met z'n allen. Ja, dat is de doelstelling. We hebben ook nog Champions League, we hebben ook nog mooie dingen te gebeuren. En dan gaan we kijken, want dat was heel bijzonder afgelopen jaar ook wat hier gebeurde. En ook de resultaten. Dus met andere woorden, ook daar gaan we kijken of we weer aansprekende resultaten kunnen halen. We gaan het met veel belangstelling volgen. Dank u wel voor het gesprek. Graag gedaan. En u bedankt voor het kijken naar Spotlight. Volgend weekend dan zijn we er weer. Dan praat ik met Tanja Mlaker. En zij is de nieuwe topvrouw van de Stichting Eindhoven Cultuur. En dat is de organisatie die alle cultuursubsidies in Eindhoven verdeelt. Dat dus volgende week. Graag tot dan. We'll be right back.